We lezen over die vrouw en zij wormde zich door de menigte heen op haar knieën. Ze moet weggeduwd zijn, er moet op haar handen getrapt zijn, het moet pijn gedaan hebben op haar knieën. Maar zij raakte de zoon van zijn kleed aan en ze was in één moment compleet genezen van een ziekte en een kwaal waar ze twaalf lange jaren aan leed. En de doktoren konden haar niet helpen. En de medicijnen maakten haar alleen maar meer ziek. En ze was er erger aan toe nu dan toen ze begon met die ziekte en advies ging halen ergens. Maar één aanraking met Jezus. En het hele probleem was weg. Halleluja. En we kennen die vrouw die haar. Die de zoon van zijn kleed aanraakte. Maar weet u dat er in de Bijbel staat. Zij zochten allemaal om zijn kleed aan te raken. En in ieder die hem aanraakte werd gezond. Het is niet alleen die ene vrouw. Het waren er velen die hem wilden aanraken. En in ieder die hem aanraakte. Die werd gezond. Halleluja. En moeder, zusters, dan vind ik het zo mooi dat ik mag zeggen deze avond, als zijn boodschapper: dat de zomen van zijn kleed zijn hier door deze gehele zaal. En een ieder die hier is, die kan hem aanraken deze avond. Die kan ontvangen, halleluja. Ja, ik wil met u gaan naar een bekend verhaal. We gaan het even samen lezen. In um, Lucas. Lucas hoofdstuk 6 en daar lezen we even. Op een andere sabbat, vers 6, toen hij in de synagoge was en de mensen over God vertelde, zat daar ook een man met een verschrompelde rechterhand. De bijbelgeleerden en de farizeeën hielden Jezus goed in het oog. Want als hij deze ongelukkige man nu dus op de sabbat zou genezen. Dan zouden zij een reden hebben om hem aan te klagen. Maar hij wist wat zij dachten. Sta op, zei hij tegen de man met de verschrompelde hand. En kom hier bij mij staan. Dan kan iedereen u zien. In een andere vertaling is dat hij tegen, staat dat hij tegen die man zei: Kom en ga in het midden staan. Vind ik ook mooi. Het punt is: hij moest naar voren komen met zijn nood. En soms moet je naar voren komen met je nood. Nou, ga het eerst maar even aflezen. Hij zegt, dan kan iedereen u zien. En de man die deed het. En Jezus zei tegen de fariseeën en de bijbelgeleerden. Ik heb een vraag. Wat moet men op de Sabbat doen? Goed of slecht? Moet men een leven redden of het verloren laten gaan? En hij keek hen aan, één voor één... En toen zei hij tegen die man: Steek uw hand uit. En terwijl de man dat deed, werd zijn hand helemaal gezond. Wat een geweldig verhaal, broeders en zusters. Deze man had een probleem. En hij had een grote nood. En niet zijn hele, niet zijn hele lichaam was ziek, maar slechts een deel van zijn lichaam. Maar dat ene deel. Wat ziek was, misvormd, verschrompeld. wat niet meer functioneerde, wat niet meer werkte. wat een last was geworden. wat in de weg stond, een hindernis, een obstakel in zijn leven. had een impact op zijn hele leven. Alles had ermee te maken. En het had een effect op zijn hele lichaam. Op hem mentaal, op zijn geest, op zijn hele omgeving. Alles draaide om die hand die hem eigenlijk gegeven was om in het leven naar voren te gaan, om dingen te creëren, dingen te maken, dat hij zich eraan kon optrekken. Nu was het een last geworden. En broeders en zusters, sommigen zitten hier in de zaal en ook u heeft een probleem in uw leven. En ook bij u is het niet uw hele lichaam wat ziek is of uw hele situatie, maar er is een deel wat ziek is. Er is een deel wat niet meer functioneert zoals het hoort. Er is een deel wat eigenlijk daar is om u te helpen, om eigenlijk u naar voren te brengen, maar het is dat deel wat juist tegenwerkt. Het werkt helemaal niet meer en daarmee werkt het eigenlijk tegen. En misschien in uw situatie is het niet uw hand, maar in uw situatie is het uw huwelijk. Dat kan. Dat je huwelijk misvormd is. Niet meer functioneert zoals het hoort te functioneren. Het brengt je niet de blijdschap. Het brengt je niet de eer. Je wil in de bediening vooruit. Je weet dat je geroepen bent. Je weet dat je de zalving van de Heer hebt. Maar je huwelijk is in puinhoop. Is of is niet zoals het hoort te zijn. Misschien is het de opvoeding van je kinderen, een van de kinderen die losgeslagen is. Misschien is het niet lichamelijk, maar is het iets van binnen met een gebroken hart. Misschien een verslagen geest. Misschien een depressie die over je heerst, of angst of vrees. Er is een deel ergens in uw lichaam geen ziel of lichaam, of in uw omgeving of in uw omstandigheden wat misvormd is. En de heer die zegt tegen die man, hij zegt, kom naar voren. En weet u, ik heb gemerkt in al die jaren van mijn bediening dat een van de grote problemen die we hebben, waarom mensen niet genezen worden, of waarom mensen geen doorbraak ontvangen, is omdat ze blijven zitten in schaamte met hun nood. In schaamte met hun probleem. Ze komen er niet mee. Ja, ik kan me zo voorstellen als je zo'n misvormde hand hebt. Dat je daar niet mee rondloopt om iedereen te laten zien. Nee, dat is iets wat je verbergt. Misschien duw je hem in je jas. Of misschien trek je je mantel eroverheen. Of je houdt hem achter je rug. Maar je wil het verbergen. En er zijn van die pijnlijke dingen in je leven. Die je misschien verborgen hebt voor anderen. Maar vanavond, halleluja. Jezus is hier. En Jezus was met ontferming bewogen over die man. Ja, de godsdienstleiders stonden er, religie was daar in overvloed, maar ze hielpen hem niet en wilden hem niet helpen. En dat werd juist een last. En sommige dingen kunnen een last worden: de dingen die je zouden moeten helpen. Misschien je opvoeding of je ouders of je omgeving. In plaats dat ze je helpen om naar de genezing en de bevrijding te komen, zij zijn zij juist degene die je neergedrukt houden en terugtrekken. En zo deze man die stond daar met zijn nood en die mensen daaromheen die eigenlijk aangesteld waren om hem te helpen, die wilden hem niet helpen, maar ze hielden de boel goed in de gaten. Ja, want ze wilden met die zaak Jezus een set zetten. Ze wilden Jezus eigenlijk beschuldigen en aanklagen. En dat is wat de duivel altijd doet gemeente. Hij is de grote aanklager en hij wil altijd maar beschuldigen en aanklagen. En hij wil je zo weghouden van je wonder. Hij wil je zo weghouden van de liefhebbende Jezus. Hij wil je zo weghouden van de kracht van God die vrijgemaakt is en vrijgegeven wordt aan een ieder die gelooft en zich uitstrekt naar Hem. Ja, dat doet hij met beschuldigingen en met allerlei dingen om je onwaardig te laten voelen en je weg. Nou, we zijn ook onwaardig. Maar halleluja, in Christus zijn gerechtigheid. Zijn wij gerechtvaardigd. In zijn heiligheid zijn wij geheiligd. In zijn bloed zijn wij rein en volmaakt. En hebben we vrije toegang, halleluja, tot de troon van genade. En zo die man die was daar. En Jezus was daar. Halleluja voor Jezus die daar was. Als Jezus daar niet was, had die man gestorven. met die verschrompelde hand. en met alle impact en effecten van in zijn leven. Maar Jezus was daar. En als Jezus niet hier is, bij u zou u ook omkomen. met uw nood en uw probleem. Maar halleluja, Jezus is hier. En Hij is hier voor u. En Hij is hier voor mij. En Hij is hier om te doen: boven bidden, bedenken en beseffen. En zo ja, die man die stond daar en hij had zijn nood. En hij was daar misschien een beetje verborgen. En Jezus moest een keuze maken: ga ik die man helpen? Dan gaan ze het gebruiken tegen mij. Dan gaan ze er mij misschien mee pakken en veroordelen. En ze gaan me ermee aanvallen met allerlei, ja, al die woorden en vloeken en weet ik veel wat ze op me gaan werpen daarmee. Het is misschien makkelijker om mijn mond te houden. Het is misschien makkelijker om niks te doen. Maar prijs God dat Jezus zo niet is. Hij vond het niet erg. Om de schaamte te nemen. Hij vond het niet erg om de hoon en de spot te nemen. Liever de hoon en de spot en de schaamte en alles wat ze maar op hem afvuurde. En dat die man gezond zou zijn. En dat die man het leven zou ontvangen. En dat die man weer blij en gelukkig zou zijn. Dan dat Jezus niks zou doen om zelf niet te lijden. Prijs God dat Jezus altijd bereid is om te lijden in onze plaats. En dat hij zoveel geleden heeft in onze plaats. Wat heeft hij niet geleden voor ons? De Zoon van God, de Allerhoogste, hing daar aan het kruis. Om de ultieme prijs te betalen, zodat wij vrijelijk elke belofte en zegening uit zijn woord mogen ontvangen. En daar kwamen die religieuzen en ze bespotten hem en ze bespuugden hem en hij had er zo af kunnen komen. Hij had ze kunnen vermorselen met een ademtocht. Eén woord, en ze hadden allemaal in vuur opgegaan. Ja, weet je nog, dat de discipelen ook zeggen: Heer, zullen we ook vuur vragen om te komen om over ze heen te vallen? Ja, dat is in de mens. Maar Jezus, ook de mens, Jezus, was helemaal onderworpen aan het wil en het plan van God. En dat was dat hij zou lijden voor ons. Hij zou de schaamte dragen. Hij zou de straf dragen. Hij zou de vloek dragen. En hij heeft het allemaal gedragen, halleluja. In onze plaats. Niet voor Hemzelf, in onze plaats. En hij droeg het. Al die schaamte en al die vloek. En de effecten van de vloek. En de straf op de vloek. En ga zo maar door. Hij heeft het alles gedragen voor ons, zodat wij vrij en blij en gezegend en gelukkig en gezond kunnen zijn. En dan zegt hij tegen die man, hij zegt, strek je hand uit. Ja, hij moest datgene wat misvormd was uitstrekken naar de Heer. En deze avond wil ik u aanmoedigen, straks als we gaan bidden, strek uw hand uit naar de Heer. En strek datgene wat in nood is naar de Here, En breng datgene wat een probleem is bij de Here. Strek je uit naar hem. Ja, soms makkelijker gezegd dan gedaan. Want tegenwoordig, onze handen zijn zo vol. En onze handen zijn zo uitgestrekt naar zoveel andere dingen. We strekken ons uit naar de dokter. We strekken ons uit naar de medicijnen. We strekken ons uit naar mensen. Je weet toch die ene verlamde man die daar lag? En toen de Heer Jezus voor hem stond, toen zei hij: Ja, maar Heer, ik heb geen mens. En hij zocht maar naar een mens, maar de Heere zelf, de Almachtige, stond voor hem. Maar hij zei: Heer, ik heb geen mens. Ja, hij zocht een mens. En zo vaak zoeken wij een mens. En we zijn zo bereid. En dat is ons grote probleem hier in het Westen. Altijd naar doktoren, altijd naar medicijnen, altijd naar ziekenhuizen, altijd naar mensen, altijd naar menselijke wegen, menselijke oplossingen, menselijke ondersteuning. Qua dat zou het misschien goed zijn voor de kerk als het hele ziekenfonds in elkaar zou klappen. En als er niks meer mogelijk is, dat je niet meer een medicijnpilletje kan kopen, dat je niet meer naar een ziekenhuis kan gaan. Ik zeg niet dat ik dit wil, en ik zeg niet dat ik hiervoor bid, maar ik kom in landen waar het zo is. Want dat vergeten we hier in Nederland wel eens met alle dingen die we hebben. En we klagen over het ziekenfonds hoe duur het weer wordt. Maar we hebben het allemaal. En weet u, dat is zo vaak ons probleem. Dat we hebben het allemaal Je wordt gebeld. Hey, er komt voorziening. Hey, er komt dit. Er komt dat. Dus hey, je medicijnen klaar. Dit is je code. Je kan het zo uit de muur trekken. Het is zo gemakkelijk. En het is zo bereikbaar. En zo onze handen zijn vol en uitgestrekt naar al die menselijke dingen. En ik begrijp het allemaal. Maar dan vragen we ons af: maar Heer, waarom zijn er dan andere plaatsen waar zo die wonderen wel gebeuren? Zij hebben hun handen niet uit te strekken naar iets of iemand anders dan naar Jezus. En ik heb in mijn eigen leven ontdekt dat heel vaak moet de Heer me tot een punt brengen dat ik gewoon nergens meer terecht kan dan bij Hem. Dat is wanneer de wonderen gaan gebeuren. Dat is wanneer Hij in actie komt. Weet u? Eh, eh, we komen zo in een ander verhaal. En daar staat. En, daar was, en, en, en in de ene vertaling staat. En Jezus was vol kracht om te kunnen genezen. In de andere vertaling staat. En er was kracht dat hij kon genezen. Het zijn twee verschillende dingen. Jezus is altijd vol kracht dat hij kan genezen. Toen breekt hem nooit aan kracht om te genezen. En toch staat er dat hij op sommige plaatsen was waar de kracht was dat hij kon genezen. En andere plaatsen, daar deed hij geen wonderen, want er was geen geloof. Er was niet die kracht aanwezig. En Weet u, dat laat me zien dat het uitstrekken van onze kant naar de Heer... en je handen losmaken en vrijmaken van al de aardse middelen en wegen... ja, dat is het punt waar we zo vaak op moeten komen. En soms moet het heer het zo ver laten gaan totdat we daar komen. Ja, en ik begrijp dat dat moeilijk is. En dan zeggen sommigen, ik had laatst nog een gesprek met iemand... Ja, maar als ik daarvoor kies... En dan was het net, die dokter had het zo neergelegd... Als hij kiest om te wachten op de Heer, dan is dat voor de dood kiezen. En als hij de medicijnen kiest, is dat voor leven kiezen. Maar hij is toch gewoon gestorven met de medicijnen. Ja, lieve mensen... Dit is iets wat ze ons hier wijs maken, alsof je kiest voor de dokter, voor het ziekenhuis, voor de operatie. Dan is het kiezen voor leven, maar dat betekent het niet altijd. En uiteindelijk, heel vaak, is dat juist een hele moeilijke lange weg, die uiteindelijk het laatste van je leven nog een hel maakt voor jou en de familie eromheen. En dan zou het beter zijn om te rusten in de handen van de Heer. Hoor lieve mensen, we moeten naar desperation komen. En dat is zo'n woord, ja, wanhoop. Desperation. Ja, in het Engels vind ik het dan toch weer iets anders klinken. Desperation, een wanhoop voor de Heer. Die mensen in de Bijbel waren vaak in een wanhoop voor de Heer. Daarom schreeuwden ze het uit: Jezus! Zo van David! Hé, hey, uit je mond jij ja, hoor. Nee, nee, ik kan niet anders. Ik moet roepen. Heel vaak in de Bijbel zijn er allemaal interrupties. Zijn er heel veel mensen die roepen en die schreeuwen om Jezus. En naar Jezus. Ja, Jezus was op weg naar Jeiris. En dan een interruptie met die vrouw daar die hem aanraakt en de hele stoet tot stilstand brengt. En een ander moment, ja, Jezus is bezig. Het gaat allemaal goed, allemaal positief. En dan staat die blinde bedelaar weer te schreeuwen. En ik heb ontdekt, er is een verschil in roepen. Sommigen roepen, maar dat is eigenlijk alleen maar een roepen om hetgeen wat God wil doen te verstoren. Dat zijn demonische acties. Die heb je ook wel eens in de samenkomst. Weet u wanneer dat vaak komt? Wanneer er een uitnodiging is dat mensen hun hart aan de Heer Jezus geven. Heel vaak op het zendingsveld, het moment... Dat ik een uitnodiging doe dat de mensen hun hart aan Jezus geven. Dan ineens komt er een interruptie. Maar die is niet van de Heer. Die is om de aandacht weg te trekken. Zodat de mensen, ja en dat vinden ze allemaal geweldig natuurlijk. Zo'n demonische hè, manifestatie. Iemand die gaat kronkelen of springen of gek gaat doen. Ja, dan ieder, oeoeoe, spektakel, spektakel. En dan onderwijl gaat alle aandacht weg van het geven van hart aan Jezus. Maar dat is niet van de Heer. Maar er zijn ook wel eens van die interrupties, lieve mensen. Dat mensen het uitroepen en dat er een beweging komt van de Heilige Geest. Eén keer dacht ik dat er zo'n interruptie was. We hadden een tentcampagne in Zuid-Afrika, een hele grote tent. Ik was daaraan spreken, was al heel wat jaren geleden in. in, in uh, waar was dat? Was Umlazi, geloof ik. Black Township. En ik was aan het preken en midden in mijn preker was een vurige preek. En de mensen ineens begonnen te springen en te staan. En ik hoorde geroepen en En ik denk, God is aan het werk, moet alles stilstellen. Wat is daar aan de hand? Ja, er kwam geen getuigenis behalve dat iemand riep dat er was een slang binnengekomen. En die kroop zo onder de banken door. En elke keer als die slang verder ging, sprong er weer iemand omhoog. Maar dat was niet van de Heilige Geest. Ja. Ja, dan nou weet ik dat sommigen zeggen die slang, hè, die slang, hè, ja, de, de, de duivel bestraffen. Maar goed, je bent in Afrika in de bush daar, wat denk je? Daar zijn slangen, dus oké. Okay. Ja, goed. Ja, soms denken we dat alle duivels in uh, Afrika zitten, maar ze zitten ook in Nederland. Ja, hier hebben ze een pak aan. Soms zijn ze gedistingueerd en geëducated, maar het zijn ook duivels die het werk van God tegenhouden. Dat zei de eerste gemeente ook in deze stad. Daar zijn ze verzameld tegen uw knecht Jezus. Ze willen de boodschap stoppen. Die zijn ook hier in Den Haag. Daar nee, mijn broer veel mee te maken: met machten, mannen, met vrouwen met stropdas, met prachtige kleding aan. Maar het zijn gewoon, worden door de duivel gebruikt om het werk van God tegen te houden. Maar prijs God. Geen duivel is ooit gelukt om het plan van God te verijdelen. En het zal nooit gelukken ook. Ook niet in uw situatie, broeder David. Nee, prijs de Heer. Maar die, vrouw, die man, die moest zijn hand uitstrekken. En je moet soms naar voren komen. En er zijn van die momenten, dit heb je ook in elke prediker weet het. En dan heb je een campagne en dan is de kracht van God daar om te genezen. En dan komen de mensen niet en na de dienst staan ze daar. Broeder, kan u voor me bidden, want ik heb dit en dat en zus. Dan zeg ik, ik heb een, nee. Nee, het moment was, het moment daar en dat heb je gemist. En er zijn momenten. Dan is Jezus aan het werk. En dat is het moment dat je erin moet geven. Dat je moet komen. Dat je niet moet schamen. En dat je moet gaan. En dat je moet ontvangen. En moet uitstrekken naar Hem. Zegt de Bijbel niet dat je je oog op Hem moet houden. Enkel en alleen op Jezus Christus. Dat is moeilijk voor ons soms hier. Door familie, vrienden, door de maatschappij. We hebben ons oog zo verdeeld over zoveel dingen. Maar we moeten ons oog op Jezus zetten. Heb je goddelijke genezing nodig? Zet je oog op Jezus. En op Jezus alleen. Strek je hand uit naar Jezus. En naar Jezus alleen. Raak Jezus aan. En Jezus alleen. Ik wil nog een verhaal lezen. In één uh, hoofdstuk eerder. Ook een bekend verhaal. vers 17. 5 hoofdstuk 5. Toen Jezus op een dag de mensen weer over God vertelde, zaten er ook farizeeën en bijbelgeleerden te luisteren. En het leek wel of zij overal vandaan kwamen, uit Galilea, Judea en uit Jeruzalem. En Jezus was vol van Gods genezende kracht. Er kwamen enkele mannen met een verlamde op een draagbed en zij probeerden hem het huis binnen te dragen tot vlak bij Jezus. Maar er stonden zoveel mensen dat het niet lukte. En daarom gingen zij het platte dak op en haalden daar enkele, enkele tegels weg. Vervolgens lieten zij de man op zijn draagbed door het gat zakken tot vlak voor de voeten van Jezus. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde man, vriend, uw zonden zijn vergeven. Wat denkt die man wel? Mopperden de Farizeeën en de Bijbelgeleerden. Hij beledigt God. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus wist wel wat er in hen omging. Jezus weet wat er vanavond in ons allen omgaat. In ons allen. En hij weet ook al wat hij gaat doen. Lees je ook vaak: Jezus vroeg hen zo en zo, maar zelf wist hij al wat hij ging doen. Jezus weet wat hij gaat doen deze avond. En hij zei: "Wat gaat er in uw hart om? Wat is makkelijker? Te zeggen uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon macht heeft om zonden te vergeven." En hij zei tegen de verlamde: "Sta op, neem uw bed en ga naar huis." En op hetzelfde moment, terwijl iedereen met grote ogen toekeek, stond de man op. Hij nam zijn bed onder de arm en liep naar huis. Hij juichte van blijdschap en prees God voor dit wonder. De omstanders die wisten niet wat ze zagen. Ook zij prezen God en zeiden vol ontzag, we hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien. Ja, broeders en zusters, ik vind dit ook zo'n geweldig verhaal. Dit zijn allemaal verhalen die we zo gebruiken op het zendingsveld. Maar ze zijn ook zeker van toepassing hier voor ons elke dag eigenlijk. Maar zeker op een weekend zoals dit. Ja, weet je wat ik zo mooi vind aan de wonderen van Jezus? Elke keer lees je. En zij prezen God. En zij loofden God. Toen Petrus en Johannes, die man die verlamd was, dat ze zeiden in de naam van Jezus van Nazareth, sta op, daar staat er en hij sprong op en hij was God lovende en prijzende. De wonderen die wij doen of die, dat doen, die de Heer doet door ons heen, die behoorden als effect te hebben dat de Vader verheerlijkt wordt. Ik ben zo blij dat ik zo vaak mag ik dat gebed uitspreken en dan zeg ik Heere verhoog uw knecht Jezus uw zoon Jezus door het wonder wat u nu, nu doet wanneer ik bid in Zijn naam. Dat is waar het om gaat. Dat de Vader verheerlijk mag worden en de Vader verheerlijk de Zoon door het wonder wat Hij doet wanneer wij bidden in Zijn naam. Er is kracht in de naam van Jezus. Er is kracht, kracht, wonderbare kracht. Ja. Er is kracht in de naam van Jezus. En in die naam bidden wij. En dat is de enige naam waarin we bidden. En dat is ook de enige naam waar demonen voor vrezen en sidderen en waarvoor ze uitgaan. Dat is de enige naam waardoor het juk van de boze verbroken is. Dat is de enige naam waardoor wonderen gebeuren die men niet kan uitleggen of kan begrijpen met het verstand. Het is de naam van Jezus. En zij zochten Jezus. En ze gingen op weg naar Jezus. Hij had goede vrienden. Ja, velen van u, u heeft goede vrienden. Je kan ze zo bellen: hé, hey, haal even voor mij bij de apotheek de medicijnen en ze doen het. Hé, hey, breng me even naar het ziekenhuis, want ik heb een afspraak en ze doen het. Maar wil je echt een goede vriend zijn? Hoor, lieve mensen, wil je een goede vriend uitkiezen voor je leven? Zoek iemand uit die je brengt naar de gemeente. Die je brengt naar de oudste, zodat hij je kan salven met olie. Die je brengt naar de dienstknecht van de Heer. Die je brengt in de tegenwoordigheid van God. We hebben zoveel vrienden met zoveel advies dat we moeten rusten en dat we dit en ze maken soep voor ons en ze doen dat voor ons. Maar welke vrienden porren ons op, prikkelen ons, trekken ons uit het bed, zetten de wagen voor de deur, dragen ons naar beneden en brengen ons naar de kerk. Wij moeten een vriend zijn die iemand naar de kerk brengt, die iemand naar het huis van de Heer brengt, die iemand brengt tot waar Jezus is en werkt. En ik weet dat sommigen zeggen, ja maar broeder, thuis kunnen we ook bidden. Ja, maar er zit hier toch iets in wat anders is. En er zijn wonderen die gebeuren in zijn huis, die niet gebeuren in uw huis. En juist de moeite die je ervoor doet. En deze mannen moesten de moeite voor doen. En ze deden de moeite ervoor. Broeders en zussen, sommigen van u moeten moeite doen om naar het huis van de Heer te komen. Je moet moeite doen om hier een parkeerplek te vinden. Er zijn vanavond sommigen naar huis gekeerd, want die konden geen parkeerplek vinden. Hebben het opgegeven. Maar je moet de moeite soms voor doen. Soms moet je vier keer overstappen. Soms moet je, je weet niet hoe je aan het treingeld moet komen. Of noem het maar op. Maar de moeite die je doet. Je bent moe van een night shift. En dan ga je s'morgens toch naar het huis van de heren. En dan verveel je toch je taak. Je doet moeite voor het huis van de heren. Maar ik wil u vertellen en u verzekeren. God ziet het. En God eert het. Hij eert het altijd, want hij is niemands schuldenaar. Nooit geweest, zal er niet worden ook. En hij beloont. Hij beloont. En hij beloont juist wanneer het voorbij die grens gaat. Weet je, je hebt zo'n pijngrens en dat je voorbij die grens gaat. En de moeite ervoor doet. En deze mannen deden er moeite voor. Ze hadden niet een auto voor de deur staan. Ze moesten hem dragen. Deze man, wat eigenlijk dood vlees was. Wederom, die man was niet helemaal vergaan. Maar zijn benen die hem behoorden te dragen, droegen hem niet meer. En hij moest die benen meeslepen. En dat was een ergernis. En dat was een ellende. En het maakte hem zo afhankelijk. En het beperkte hem zo. En misschien heeft u ook iets in uw leven wat u beperkt. En wat u mee moet sjouwen en dragen in plaats dat het u draagt. En deze mannen, die zeiden wij gaan jou brengen bij Jezus. En ze hadden dat gezegd, maar ik vraag me af of ze wisten hoe ver ze moesten gaan. En zo moet u soms ook heel ver gaan. En sommigen zijn hier vernaamd en u bent van heel ver gekomen. Dan heb ik het niet over een afstand met de auto of met de trein. Maar je hele opvoeding was anders. Misschien ben je goddeloos opgevoed. Misschien ben je in een andere religie of godsdienst opgevoed. Misschien ben je opgevoed dat je he, dacht dat Jezus een ketter was. De verrader en noem het allemaal maar op. Misschien he, weet ik veel hoe je allemaal door je leven. Door teleurstelling en pijn en verdriet. Misschien ben je misbruikt in je jeugd. Misschien heb je dingen meegemaakt. Zoveel obstakels om tot de Heer te komen en je hart voor Hem te openen. Vanwege al die invloeden, al die gebeurtenissen, al het plezier of alle pijn en alle ellende. Maar vanavond ben je hier, halleluja. En Jezus is ook hier. En dit is de avond voor een ontmoeting met Hem. En zo ze moesten ver gaan. En soms moeten wij ver gaan om tot Jezus te komen. En toen kwamen ze daar eindelijk. En er was een blokkade van mensen. En mensen vormen altijd een blokkade. En zo, er waren een, een blokkade van mensen. En zo kunnen je ouders een blokkade zijn, en je vrienden een blokkade zijn. En noem het maar op, zelfs je voorganger, je leider, die kan een blokkade vormen. Want er zijn er heel wat die geloven niet meer in genezing. Er zijn heel wat die hebben niet meer de hele waarheid, of die verkondigen niet meer de Bijbel zoals die gepredikt moet worden. En dat zijn allemaal mensen die een blokkade zijn. En die in de weg staan om tot Jezus te komen. En zij hadden het door. Wij komen nooit door die mensen heen. En lieve mensen, je komt nooit door de mensen heen tot Jezus. Daarom mag je allemaal lekker zelf naar Jezus gaan. Halleluja. Ja, je hoeft niet meer een aardse priester te hebben op die manier. We hebben één priester nog, en dat is de hoge priester Jezus Christus. En Hij is de enige dan. Je hoeft niet naar Rome. Je hoeft niet naar de paus toe. Je hoeft niet naar Israël. Je hoeft hier vanavond. Jezus is hier. En door hem mag je rechtstreeks tot de Vader gaan en bidden in zijn naam. Halleluja. APPLAUS nou, om die mensen heen, naar het dak, dikke muur in de weg. Tegels in de weg. Ja, lieve mensen. Zo hebben sommigen zo'n muur opgebouwd in hun hart en in hun leven. Die muur staat tussen hen en Jezus in. En Jezus kan voor hen staan, maar die muur staat in de weg. Het kan een muur zijn van trots, een muur van hoogmoed, een muur van hè, een, een of andere. Uh, minwaardigheidscomplex die opgebouwd is door ouders, door familie, door vrienden, door de cultuur, door, he, noem het allemaal maar op, muren, muren door teleurstelling, muren door verdriet, muren door pijn, noem het maar weer op. Een muur staat er. En Jezus stond aan de andere kant. Alles wat in de weg stond, was dat, dat de, die tegels, was dat dak. Maar zij braken het open. Ja lieve mensen, ze braken het open. En ik bid dat vanavond elke muur verbroken mag worden in uw leven die in de weg staat, want Jezus is hier. Jezus is zo dichtbij, maar hij kan naast je staan, voor je staan. Maar als je die muur niet laat afbreken, dan blijf je altijd verwijderd van Hem. En sommigen hebben Hem de rug toegekeerd, maar vanavond draai je weer opnieuw om tot Hem en laat die muur verbroken worden. Laten we ons vernederen voor Hem. Laten we neerknielen. Weet je wat ik zo vaak lees in de Bijbel in al die verhalen? En zij aanbaden Hem. En zij aanbaden Hem. En zo, ze braken de muur open. En het was weer een interruptie. Ja. Ik weet niet hoe u het zou vinden, maar ik zou het niet fijn vinden dat terwijl ik hier net aan het preken ben, ze hier die deur openen en zitten te hannen ze daar met iemand in een rolstoel die ze dan naar binnen brengen met alle ellende eromheen, want dat leidt allemaal af, ik ben midden in mijn boodschap. U zou het ook niet fijn vinden, vooral niet als u net op uw punt zit van, nou ga ik ontvangen en dan komt er iemand anders tussendoor en die krijgt alle aandacht. Ja, het is niet altijd leuk als Jezus ineens. Uh... Nee, dat was dan voor je, is ook niet leuk. Hij was zo blij, zeg. Jezus komt. Oh, hij was zo blij. Nou, doorlopen hier, doorlopen hier. Ja, ja, doorlopen, doorlopen. Nou, en dan ineens staat Jezus stil, wie hebt me aangeraakt, doet er niet toe. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. <laughs> ja, toch? Ja, als uw dochter op sterven ligt. Dan zit je hem ook een beetje zo aan zijn mouw te trekken. Kom hier. Ja, ga maar. Kom maar. Ja, nee, De discipelen zorgen er wel voor. Huh? Interruptie. Interruptie. Ja, interruptie is niet altijd fijn. Maar broeders, zusters, ik bid dat er, dat er weer van die interrupties gaan komen. Die zullen we niet altijd begrijpen. Ik heb het niet over schreeuwen en dingen om om af te leiden van het werk van de Heer. Maar ik heb het over dingen die de Heer ineens tussen midden in het midden gooit. Zo pap. En daar zullen wij als voorgangers ook moeite mee krijgen. En niet altijd weten hoe we ermee om moeten gaan. Moeten we er wel op ingaan? Niet op ingaan? Mensen zullen... Hè, broeder, moest dat nou allemaal? Was dat nodig? We hadden alles zo lekker geordend. Programma hadden we, schema. We zaten op tijd. Ja, ik weet in de samenkomst van mijn vader... waren ook altijd van die interrupties en van die dingen... En, en, Gebeurde dingen. Mogen er toch weer van die dingen gaan gebeuren. Het zal ongemakkelijk soms zijn. Soms zullen we het moeten laten afvoeren. Ja, hoort er ook bij. Ja, want er zullen ook dingen gebeuren die niet van God zijn. Maar er zullen ook dingen daardoor gebeuren. Die we nooit hadden verwacht. En Jezus, die liet die man gewoon. Hij zei ook niet. Hij had ook Petrus daar. Petrus, want voor dat had Petrus, hij <laughs> had ze zo eruit geloost. Ja, voor dat soort dingen was Petrus altijd geweldig. Kinderen, ja, weg van dit. <laughs> ja, maar zo ging het toch? Jij zegt, laat de kinderen maar komen. Hm. Ja, hoe denk je dat dat ging? Er waren gewoon mensen zoals wij ook. Eentje even zo, tikkie geven of zo. Ja. Jezus was toegankelijk. En dat is fijn, maar het is ook wel eens irritant. Want er komt wel eens een ander voor. Fijn als u het bent, irritant als een ander het is. Maar zo, Jezus liet die man zakken. En het, het, het bracht eigenlijk... Maar zie je, het was allemaal in zijn plan. Want hij wist al lang wat er allemaal ging gebeuren. Misschien ging hij nog even door. Waar blijven ze? Oh, Zo hadden al lang... Uh... Hij wist het. En dan doet hij wat ze niet hadden verwacht. Dan zegt hij, je zonden zijn je vergeven. Maar heer, u ziet toch dat zijn grootste probleem is... Uh... Je zonden zijn je vergeven. Misschien stonden die zonden in de weg van de genezing en moest dat eerst weg. Dat kan. Zonde kan in de weg staan van genezing. Misschien was dat het. Maar misschien ook als hij de benen eerst had genezen. Die man die had opgesprongen naar huis gegaan. Dan had hij geen vergeving van zonde gekregen. Dat had ook jammer geweest natuurlijk. Zo eerst de vergeving van zonde. En dan begint iedereen begint heel vaak als Jezus iets doet. He, gemopper. Gemopper. Hup, 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 Mag alleen God doen. Maar zie je, daarom helemaal, dat klopt ook. Mag alleen God. Alleen God kan vergeven van zonde. Maar hij was God, is God. Zo, hij kon vergeven van zonde. En hij vergaf die man van zonde. En al had hij niks anders meer gedaan. Dan had hij die man vrijgezet. Want het vrijmaken van zonde is wat ons waarlijk vrijzet. Beter verlamd met vergeving van zonde, dan lopende zonder vergeving van zonde. Maar hij zegt, oké, okay, zodat je zal weten dat ik macht heb om van zonde te vergeten, Sta op en wandel. En de man die sprong op. En hij begon God te prijzen. En hij wandelde weg. Ja, broeders en zusters. Ik bedenk als laatste, ik zal niet het verhaal lezen. We hebben niet de tijd meer, maar ik moet gaan bidden. Maar ik moet denken aan die vrouw. Die vrouw die kwam voor, voor de dochter. Zie je, misschien ben je hier en kom je niet eens voor jezelf. Die vrouw had een dochter die bezeten was. Nou, ik weet niet of u wel eens te maken heeft gehad met iemand die bezeten is. Maar, maar daar is niet mee te wonen, hoor. Daar is niet mee te leven. Ik bedoel, wederom, die vrouw had eigenlijk zelf geen probleem. Was gezond en alles. Maar ze had een dochter met het probleem. Maar die dochter met het probleem was ook haar probleem. Nou, niet alleen haar probleem, het hele gezin leed eronder. Niet alleen het hele gezin, de buren, de hele straat had er last van... Wil jij slapen s'avonds? Zit er naast iemand. Ja, de bu buren, buren. Hou je dochter in bedwang. Ja, we proberen, we proberen. Uh, uh, washand in de mond. Vastbinden. Ja, wat denk je, wat denk je, broeders en zusters? Wat deden ze met die man die bezeten was daar? Ze bonden hem met kettingen. IJzeren ketenen. Maar hij verbrak ze door die macht van die boze demonen. En hij viel hun aan. En hij was zichzelf aan het snijden. En allerlei gevaarlijke dingen. Wilde de boel in de fik steken. Die dochter was hetzelfde. Was bezeten. En die duivel ging tekeer. En die moeder. Dat had een impact op hun hele leven. Kon er niet meer werken. Iemand moest altijd thuis zijn. Burenruzies, altijd vanwege dat gegil en dat ge gebeuren van die dochter, was zo'n ellende. Dat in haar wanhoop. zijn we wanhopig. In je wanhoop, ga naar Jezus. En ze ging naar Jezus in haar wanhoop en ze zei, Heer, doe iets. Maar hij antwoordde geen woord antwoorden niks. Dat is pijnlijk. Hij antwoordt niks en dan zeggen de discipelen, heer, stuur haar weg. Moeten we haar wegsturen? Want ze stoort ons. Ze gilt en roept maar achter u aan. Dan heb je ook niks aan dan? En weer zegt ze, ach heer, doe iets. Hij zegt, ik ben niet gekomen voor de, voor de ik ben gekomen voor de, voor de joden, maar niet voor de rest. Dat kun je tegenwoordig ook niet meer zeggen. Het zou racistisch zijn. Maar hij zei het. Ik ben niet gekomen. Ik ben gekomen voor het Huis van Israël. Ze zegt: mij, heer, u kan iets doen. Doe toch iets alsjeblieft. Ik weet niet meer. Ik ben zo wanhopig. Niemand kan me helpen. Hij zegt: Het is niet goed om het brood van de kinderen aan de honden te geven. Eerst zei hij niks. Dat was pijnlijk. Maar toen hij wel wat zei, was het nog pijnlijker. En zo is het met ons ook wel eens. Dat we bidden en we roepen en de hemel is als koper. En de hemel is gesloten. Maar leer van deze vrouw, ze bleef roepen, ze bleef vragen. Zie je, zij zag voorbij al dat wat er gebeurde en de omstandigheden en keek naar het hart van Jezus. Zij had iets ontvangen van God, ik weet niet hoe of wat of op welke wijze. Maar zij kenden het hart van Jezus, dat hij wilde geven, dat hij kon geven. Die man die mij laatste zegt, heren, indien u wil, u kunt het. Hij zegt, ik wil het, wees rein. En zij daar, ze had iets in haar binnenste en ze bleef, ze zegt, heer, heer. En er staat toen hij wat zei en hij zei van die, je bent een hond eigenlijk en je verdient het niet en het is niet voor jou. Zij knielde neer en zij aanbad hem. Oh gemeente, wat is onze reactie? Hoe desperate ben je? Waar denk je tanden gaan halen? Zo vaak lopen we weg en dan hebben we allemaal dingen alsof de Heer het niet wil. En het gebed wordt niet voor. En zussen zo. En, maar leer van deze vrouw. Ze zegt ja, Heer, oké, okay, noem me maar een hond. Het maakt me niet allemaal uit. Mijn Heer zelfs de honden eten de kruimeltjes. En alles wat ik nodig heb is een kruimeltje. En als ze op dat punt komt, zegt de Heerde, o oh, vrouw, groot is je geloof. Oh, lieve mensen, laten wij toch doorzetten en doorgaan met bidden en met vasten en met vragen en met roepen. En laten we blijven zien op het hart van Jezus en op het karakter van Jezus. Laten we niet twijfelen dat Hij ons lief heeft. Laten we niet twijfelen dat Hij bij machten is. Laten we niet twijfelen dat Hij het wil doen. Hij wil het doen. Hij kan het doen. Hij zal het doen. Blijf Hem aanroepen. Blijf Hem vragen. Blijf Hem zoeken. Blijf met het juiste hart. Blijf in het geluid loop blijf in de verwachting en zeg heere een kruimeltje dat is genoeg. De heere zei groot is je geloof en er staat vanaf dat moment was de duivel uit haar dochter gevaren en zij was compleet gezond en bij een gezond verstand. Oh lieve gemeente. Oh, ik weet niet wat voor nood je hebt. Misschien is het niet je hele lichaam of je hele... Maar is het maar één deel. Maar dat deel houdt je gevangen en houdt je vast. Strek het uit naar Jezus. Ga de afstand. Breek door de mensen heen. Breek door de muren en de barrières heen. En weet dat de Heer wil je vergeven van je zonden. En Hij wil je genezen van al je ziekten en je kwalen. Oh, blijf hem aanroepen. Een kruimeltje is genoeg en vanavond vallen de kruimels van de tafel af en ik zou zeggen geniet ervan want één kruimel van het brood des levens verzadigt meer dan een heel brood wat je hier op deze aarde kan kopen. Eén kruimel. Heb jij gebed nodig? Ga dan naar gebedsgenezingvoornu.nl. Daar bidt David Maasbach voor allerlei noden, ook die van jou. Bekijk de bemoedigende getuigenissen van mensen die genezing van God hebben ontvangen. Lees de vele geloofsopbouwende Bijbelteksten over genezing. Je kan ook gebed aanvragen voor jezelf of een ander. Ga naar gebedsgenezingvoornu.nl en geloof dat God ook voor jou het wonder wil doen dat jij nodig hebt.